Hey, hallo, welkom. Jongens, we zijn er weer. Yay, Content Veen. En het is een tijdje geleden, dat is helemaal niet waar. Het is echt een paar dagen geleden. Maar we zijn er gewoon weer. Rick heeft inmiddels een huis. De muur is verder tot stand gekomen. Er staat daar heel groot hooi. Dat gaan we weghalen zo. Leuk dat je er bent. Er is kleine progressie geweest in de stream. Het enige wat het is dat ik deze muur verder heb afgebouwd. Ik heb een klein beetje gemined en meer niet. Dus, love you Max Rini. Ah, ik hou ook van jou, René. Oké, ja, dus deze muur is af. Voor de rest hebben jullie helemaal niks gemist. Ben je nou benieuwd? Het linkje van de stream staat in de beschrijving. Dan kan je kijken wat ik allemaal gedaan heb. Maar voor de rest heb je helemaal niks gemist. Voordat deze video ook begint. We gaan weer voor 2000 likes. Vorige keer hebben we 2000 likes gehaald. De eerste Content Veen video was enorm goed opgevat. Dus ik hoop dat deze het ook leuk doet. Rick's huisje. Het huis van Rick Force. Weet je wat het is, jongens? Ik heb even met Rick over gehad. En Rick die gaat niet heel lang bij mij wonen. Want die wil ook zijn eigen gangetje gaan natuurlijk. We kunnen hem niet zomaar achterlaten zonder dat we iets gedaan hebben. Let op. Hak niet deze plank weg. Erg gevaarlijk. Nu wil ik eigenlijk heel graag die plank weghalen. Wie zou dat gedaan hebben? Wat is er zo? Nee! Goed, laten we zeker even gelijk de tekst hooi weghalen. Want Robin die heeft die geplaatst. Rot Robin. Maar goed, ik vind het heel leuk hoe jullie Content Veen opvatten, jongens. Iedereen heeft inmiddels al een video erover geüpload. Er zijn nog een paar die nog moeten beginnen. Zoals Ido moet nog beginnen. Misschien is hij tegen deze tijd al begonnen. Bram moet nog beginnen. Maar ik vind het echt enorm leuk. Ben je nou ook benieuwd naar andere kanten van deze server? Ik ben namelijk niet de enige die het uploadt. Ga het zeker lekker even bij de andere streamers, YouTubers kijken. Ze staan allemaal lekker in de beschrijving. Dit is René, de huisje trouwens. René heeft ook een soort grotje gebouwd. Echt heel leuk. Heel leuk in elkaar gezet. Gewoon, het loopt ook echt best... Wow, dit heb ik allemaal nog niet gezien. Wat? Dit is de smeltkamertje. Jezus, René. Wat ben je aan het doen allemaal hier? Jezus. Ze is gewoon echt een heel... Oké, nou, ik ga me... Oké, nou, René, goed luck met dat. René is hier een heel plan aan het uitvoeren of zo. En hier heb je volgens mij... Ja, hier is de mine gewoon. Nee, maar goed. Wij gaan een... ik wil nog steeds een prank met Rick uithalen. Of tegen Rick. Ik wil hem eigenlijk gewoon even trollen. Ik wil hem een beetje pranken. Maar wat kunnen we doen bij Rick? In ieder geval misschien die creeper killen. Want voordat alles opblaast is huis. Ik weet niet hoe er een creeper is, want het is daar donker. Dus wat we sowieso gaan doen is even helpen met licht plaatsen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Oeh, kom maar, bijna. Ja, trots op jou. Trots op jou, creepertje. Oké, wat ik als idee had. Rick, die komt hier binnen en die loopt sowieso gewoon zonder gehaast. Loopt hij hier zo door. Dus hier kan je heel makkelijk een tripwire maken. Of ergens anders iets dat als de deur opent... Ja, ik heb een leuk idee. Je kan namelijk doen dat als iemand zijn deur opent... dat er dan een redstone iets getriggerd wordt. En dat dan hier dit terugschuift. Dat dit omhoog schuift, dat hij er niet door kan. En dan valt dit allemaal weg. En dan valt hij naar beneden in de kamer... waar alleen maar staat... abonneer op Walnut. Ja, we gaan wat leuks doen. Maar daarvoor heb ik redstone nodig. Daarvoor heb ik slimes nodig. Dus we moeten even een heel avontuur gaan doen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hier het volste vertrouwen, jongens. Dan hebben we 1, 2, 3... Vier slimes nodig. Voor sticky pistons. En dan gewoon voor de rest redstone en repeats. Dus we hebben ook wat goud nodig. Dus we moeten even minen naar de slime biome. En nog veel meer. Er is overigens ook een nieuwe map. Een dine map, din map, hoe je het ook uitspreekt. Die is aanwezig. Dus kunnen we goed kijken. Dit is de rode lijn. Is zeg maar de rand van de wereld. Wij zitten hier. En hier. Kijk jongens. Hier is een... swamp. Dus hier kunnen wij mogelijk slimes halen. En het is nog geen volle maan. Dus we moeten nog even wachten. Oké, we hebben al gewoon wat pistons hebben we. Ik heb namelijk al wat gold en redstone had ik al nog. Die kunnen we namelijk dan even kijken hoe we dat gaan doen. Ik moet namelijk heel veel nog over redstone leren, vind ik zelf. Maar het is leuk dat ik het ga proberen. En volgens mij heb je voor zoiets, heb je een soort redstone iets, wat zeg maar triggert als er een blokje naast verandert. Oké, ik heb het opgezocht en daar heb ik een observer voor nodig. En daarvoor heb ik quartz voor nodig. Dus moeten we eigenlijk even naar de nether. We moeten een heel avontuur doen, puur om Rick te pranken. Dus, dat wordt diamonds halen. Dat wordt naar de nether gaan. Dat wordt obsidian hakken dus. Quartz hakken voor een observer. Meer hebben we niet nodig. Oké, we gaan via René de cave. Ik heb heel veel brood even gemaakt. Dat hele farm heb ik gebruikt. Dat torches heb ik gemaakt. Ik heb een crafting table mee. Dan gaan we nu diamonds zoeken. Ik heb er maar 3 nodig voor de pickaxe. Als ik die pickaxe heb, kunnen we obsidian hakken. Hebben we obsidian, kunnen we een nether portal maken. Hebben we een nether portal. Dan zijn we vrolijk, want dan gaan we gewoon naar de nether. Jezus, wat is hier veel obsidian. Wat heeft René allemaal gedaan hier, joh? Oh mijn god, wat heeft hij allemaal gedaan? Die heeft hier een heel obsidian meer gemaakt. Oké. Ah, kijk, redstone. Oh, ik schrok. Ik denk, we hebben het. Maar dit is emerald. Dat is ook leuk. Maar ik wil geen emerald. Ik wil gewoon diamonds. Ik hoef er maar 3 te vinden. Meer niet. Ik schrok. Ik denk, ja, dit is het moment. Oké, kijk. Nog een emerald. Leuk om te zien. Kopen. Ja, maar ik wil diamonds. Ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in al het andere wat ik zie. Ook heb ik het wel nodig. Auw! Nog meer emeralds. Jongen, ik heb al 3 emeralds gevonden. Ah!
Waarom is hier nergens gewoon diamonds? Kom op, ik heb gewoon... Ik heb er maar 3 nodig. En niet eens voor een zwaard of iets. Nog meer emeralds. Nog meer emeralds. Ja, maar ik wil diamonds. Ik heb genoeg emeralds. Oh, crap. Oh, crap. Daarom, jongens, je hebt toch niet zin om de hele tijd maar te gaan minen. Je wil gewoon een winkel hebben waar mensen shit van je kunnen kopen voor diamonds. Dan hoef je ook gewoon bijna niet meer te minen. Hey! Oh, ik heb een bucket. Hey, een axolot, dinges. Leuk beest. Ja, jongens, we hebben er weer één. Kom op. Oh, je bent omhoog geklommen. Ik heb je. Ja, we hebben er één. Oh, wat nice. We hebben een axolot. Amazing. Diamonds. Oh, diamonds, waar zijn je? Ja, we hebben hem. Hè? Nu moet je voorzichtig doen, meneer de zombie. Oké, laten we dit even inbouwen. Oké, hoeveel zijn het er? Ja, ten eerste 3. Tenminste 3. 4 waarschijnlijk. Ja, oh, 5. En redstone. Het kan niet beter, jongens. Het kan gewoon niet beter. Oh, mijn god. Wat ben ik een blije jongen. Oké, jongens. We hebben alles wat we nodig hebben. 5 diamonds. Gaan we nu snel een pickaxe maken zoals we die wilden hebben. Ik helemaal blij. Diamond pickaxe gemaakt. En dan gaan we nu obsidian halen om naar de nether te gaan. Puur voor een stomme prank op Rick. Oh, mijn god. Nog één. Ja, we hebben er nog één. We hebben er 2. Dit was belangrijk, jongens. Wat een avontuur, hé. Oké, hier is obsidian. Maar dit is volgens mij... Ja, dit is ook mijn stripmine. Dan hakken we dit obsidian eventjes. Gewoon simpel. Oké, we hebben eerst obsidian gehakt. Dan hakken we gewoon zoveel mogelijk. En dan kunnen we een netherportal maken. Zo, en het is dag. Wordt het? Ja, het wordt net dag. Was het niet volle maan? Nee, volgens mij is volgende dag volle maan. Dan kan ik gelijk door naar de slime dinges. Voordat we naar de nether gaan, gaan we dan even naar de slime biome om zoveel mogelijk slimes voor elkaar te krijgen, te halen. Maar voor nu. We hebben best wel veel. Ik moet echt meer kisten gaan maken. Heel veel redstone ook, dus dat is goed. We hebben wat diamonds. Oké, en 2 axolots hebben we. Dus die gaan we even hier in de kist doen ook. Nou, we kunnen trouwens wel even snel langs de nether. Als ik nou gewoon mijn nether portal even een tijdelijke plek geef. Gewoon letterlijk hier. Dit is onze tijdelijke nether portal plek. Kijk, doen we zo, plop, plop. En dan steken we hem aan en hebben we een nether portal. Heel leuk. Ik kom uiteindelijk wil ik echt een vet coole grote nether portal ergens hebben. Maar voor nu is de kleine prima. Ik denk dat ik oprecht de eerste ben in Content Veen die de nether ingaat. Dus ik zal even kijken hoe ver is de dag. Ik kan het niet zien met die regen. Het enige wat ik nodig heb, letterlijk 1 quartz. Ik heb letterlijk maar 1 quartz nodig, meer niet. Het is het hele avontuur voor een stomme prank op Rick. Nou, dan gaan we de nether in. Kijk, daar zijn we. Maar waar zijn we? Oh, boven ons. Perfect. Ik heb Greffel meegenomen. Kijk, hier heb je ook gewoon quartz. Zo. Nou, heel dat avontuur voor die stomme Rick, maar het gaat lukken. We hebben de quartz. We hebben de 6. Meer hebben we niet nodig. Let's go. Yay. On my way back. Nether, volgende keer kom ik voor je terug, maar dan voor een compleet nether avontuur. En dan gaan we alle portals aan elkaar linken, waardoor we echt binnen 2 seconden naar elkaars base toe kunnen gaan. Hoe leuk is dat? Dan hebben we een soort nether hub, waardoor we alleen maar de nether in hoeven te gaan. Want alles in de nether is volgens mij 7 keer zo klein. Dus als ik bijvoorbeeld 700 blokjes van Justin's base af zit in de echte wereld, zit ik maar 100 blokjes van zijn base af in de netherworld. Oftewel, dan hoef je maar portal met 100 blokjes ertussen bij elkaar te plaatsen. En dan kom je zo bij elkaar. Hoe leuk is dat? Maar voor nu kunnen we eindelijk een observer maken. En dan ons plan uitvoeren. Dan hebben we wat redstone nodig. Cobblestone. Een observer. Nou, wat een avontuur, hè? En nu weten we hoe dat ding werkt. Kijk, zag je net? Let op. Boom. Kijk. Zie je, de redstone wordt geactiveerd op het moment dat de deur open gaat. Dus dan gebeurt er iets waardoor redstone even geactiveerd kan worden. Ja, kijk, dit is handig. Maar hoe houden we dit geactiveerd? Ah! Oké, we hebben de observer. Nu wat we nodig hebben is wat pistons. Die had ik ook al gemaakt. Kijk, ik ga even een aparte kist hiervoor bouwen. Die plaatsen we even hier. Dit is de Rick prank kist. Waar we alle redstone in gaan doen die we mogelijk nodig gaan hebben. Dus we hebben alleen wat slimes nodig. En slimes die zitten in de slime biome dichtbij. Dus ik denk dat ik er maar vast heen ga. Tegen de tijd dat ik er ben, is het vast al nacht. En ik denk dat het precies de goede nacht is dat ik aankom. Dus laten we gewoon vast die kant op gaan. Kijk, daar is de swamp. We zijn er. Je hebt je pompoenen. Niet dat ik pompoenen echt nodig heb volgens mij. Maar we zijn in ieder geval bij de swamp. En ik denk dat het zo elk moment wel nacht kan worden. Kan in ieder geval niet meer heel lang duren. En dan zullen er vast wel slime spawnen hier. Want het wordt volle maan. En slime spawnen volgens mij, tenzij het een slime chunk is, alleen bij volle maan. Of ik kan het helemaal fout hebben. Laat me even weten of jij dat weet. Kijk, het wordt nacht. Wat een timing. Wat een timing. Kom op, spawn alsjeblieft. Ik kan het ook fout hebben dat ik net te laat was en dat de volle maan net eentje geleden was. En dat het nu weer... Ja, het kan het ook fout hebben hoor. Ja, een slime. Ja, mijn vriend. Mijn jongen. Mag ik je slimes hebben? Oh, ja. Ja, wat top dit. Oh, hier ben ik zo blij mee. Had ik gelijk. Ik weet het niet. Maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Ik weet dat er een slime is gespand. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Want ik heb nu al 8
Het is geen volle maan, dus ik heb echt bullshit gepraat. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want het is gewoon... Er was een slijm gespand. En die heeft me heel vrolijk gemaakt. Kom op, ik wil nog meer hebben. Nu ik er toch ben, ga ik de nacht hier ook even uithouden ook. Gewoon zoveel mogelijk slijmzalen. Gewoon iets meer dan één, weet je. Misschien was het wel geluk. Misschien spannen we... Heb ik alsnog een soort van gelijk over de volle maan. Maar spannen dan gewoon in plaats van enkel slijms, gewoon meer slijms, weet je. Nu spannen er gewoon, ja, spant er één slijm. Of twee, weet ik wat. En met volle maan spannen misschien meer. Jullie moeten me dat echt even laten weten. Waarom spant er nou gewoon niet nog één? Ik hoef letterlijk nog maar één slijm en dan ben ik al tevreden. Of twee of zo nog even erbij. Gewoon nog een paar slijms, kom op. Ik hou ook een paar van die lelies, had ik even mee. Wie weet, kan je er wat leuks mee doen met een soort poeltje of zo. Nou, we gaan terug, want ik ben aan de andere kant nog even gaan kijken. En daar spant er helemaal niks. Dus laten we maar gewoon weer terug gaan naar huis. Ja, kom maar. Hallo? Hier, kijk, een enderpearl. Kom maar, meneer. We hebben tenminste wat enderpearls. Nog één, kom op. Geef me er eentje. Oh! Ja! Ik heb er nog één. We hebben twee enderpearls, jongens. We hebben en slimes en enderpearls. Nou, volgende episode verslaan we de ender dragon. Dan zijn we weer. We zijn bij de vallei aangekomen. Dit stukje daar moet allemaal nog mooi gemaakt worden. Maar van de afstand lijkt het net echt alsof de berg doorloopt. En dat was mijn hele intentie erachter, weet je. De muur moet lijken alsof het gewoon een verlengstuk van de berg is. Maar dat is voor mijn gevoel zover wel gelukt. Hij is nog lang niet klaar. Oké, we hebben slimeblocks. Of slimeblocks. We hebben slimeballs. We hebben wat enderpearls. We hebben van alles. En dan kan ik als het goed is gelijk sticky pistons maken. Kijk, daar hebben we vier sticky pistons. Dus ja, ik ben nu van plan om alles te gaan maken. Ik kan wel redstone, maar ik ben ook nog steeds voor mijn gevoel nieuw in al het redstone gedoe, weet je. Ik ben niet echt een expert. Oké, ik ben erachter gekomen dat een observer niet handig is om dit soort shit te doen. Of ik ben gewoon slecht genoeg. Dus wat we dan gaan doen is, we gaan een dubbele prank uithalen. Ik wil en dat als je de deur open doet, dat er dan uit de grond gewoon letterlijk een briefje komt waarop staat abonneer op Bandit. Dus elke keer dat hij zijn deur opent, komt er gewoon een briefje uit met abonneer op Bandit of een andere stomme tekst. Dat is heel simpel te fixen. En voor de rest wil ik dan die sticky pistons eigenlijk even bewaren om een andere prank mee uit te halen. Iets in zijn huis of zo. Laten we eerst even die met die papier doen. Dat is wel leuk. Nee! Nee! Oh, ik hoorde het. Help! Ik hoor mezelf. Wie is hier? Jordi! Oh, zag je dat? Ik zeg, ik ben helemaal kapot van die creeper. Had je door? Ben je met Rick aan het klutten? Ja, ik ben met Rick aan het klutten. Ik heb, weet je wat ik allemaal gedaan heb, joh. Ik heb helemaal diamonds gehakt, zodat ik obsidian kon hakken, zodat ik de nether in kon. Heb ik daar een nether portal gebouwd, zodat ik puur dit blok kon maken. Ik had eerst een heel ander plan, maar dat gaat blijkbaar niet werken. Nu, het enige wat ik nodig heb, is wat papiertjes. Kijk, ik heb namelijk een... nu heb ik ook een anvil gemaakt. Kijk, dat is papiertje. Abonneer op Walnut. En dan gaan we iets heel simpels doen. Kijk. Ja, nee. Ja, kijk, dan komt hij door de grond, zie je? Oké, nu gaan we iets heel leuks doen. Elke keer als Rick zijn deur opent in zijn huis... komt er zo'n ding uit. Komt er zo'n dingetje uit. Dan ga ik heel veel van die dingetjes plaatsen. Hier, kijk, en dan ook echt gewoon naar buiten. Stel, hij gaat zijn huis in. Abonneer op Walnut. En doet hij hem dicht. Abonneer op Walnut. Hoe leuk is dat? Ja, maar je ziet het wel. Ja, tuurlijk, maar dat is niet erg, weet je. Oké, nou, het leuke is, dat maakt allemaal niet uit, maar de prank is nu wel uitgehaald. Ja. Oh, meneer Rebal, dat als hij zijn fucking deur in zijn huis wil komen. Ik wou Rick dus ook pranken. Ja. Maar ik wou zo met zo'n blokje dat schuift. Ja, die heb ik ook gemaakt. Ik heb dat gemaakt. Ik ben namelijk, dat is zeg maar het hele avontuur. Ik ben ook helemaal naar de... Pisten. Ik heb er naar... Oh, die had ik al bij me. Kijk, ik heb daar vier van. Ja, ik wil dan zeg maar dat die dan in een gat valt of zo. En dan in de kamer met abonneer op Jerry. Ja, helemaal vol met blokjes. Ja, oké, dan gaan we even huis in. Hé, hey, wacht, wat is dit nou? Abonneer op man. Oké, hou ze deur even open voor nu. Ja, waar? Waar had je dat van plan? Kisten. Ja, oké, maar dan moet je hier een... Kijk, hier kan je een leuke... Ik kan pressure plates doen, maar heb je een pressure plate in die soort? Of... Hij moet echt ergens staan met... Klik op deze knop, weet je? En dan... Of klik niet op deze knop. Als je erop klikt, hij gaat er toch wel op klikken. Laten we sowieso doen. Klopt, maar dan moeten we vier, want ik heb er maar vier. Midden is een muur. Een geheime ruimte. Ja, kom, we gaan een hele geheime ruimte hakken. Als jij dan bordjes maakt van, volg deze route. Ja, oké, prima. Ik maak wel wat bordjes. Ik ga even wat hout halen dan. Hé, een zombie pikman is, of wat is dit? Zo'n nieuw beest is ons ding is binnengedrongen. Maakt niet uit hoor, meneer. Oké, jongens, we hebben nu dus Rick. We hebben hem geprankt met een leuke dispenser daar zo. Wat we nu gaan doen is, we gaan nog een prank uithalen met nog een ruimte die we bouwen. En dan vervolgens dat hij daarin valt, dat hij op een knopje drukt, naar beneden valt en in de kamer komt en het originele plan alsnog uitvoeren. Maar nu hebben we in ieder geval bij de deur al een leuke prank. Oké, ik heb 8 signs. Dit is perfect. Dit is perfect. Gewoon eigenlijk minder. Als je hier gewoon een bordje zet van... Ga op de knop staan en druk erop. Ja, maar dan gebeurt het niet. Want op de knop, je kan die niet weghalen. En er moet iets kleiner zijn de ruimte. Want ik heb er maar 4. En ik kan de middelste. Als hij in de middelste staat, staat hij veilig. Ik heb een goed idee. Nou? We maken 3 routes. Ja? En dan met deuren. Zeg maar dat je niet... Ja, dat je bijna niet terug kan lopen. Dan moet je bouwen om terug te gaan. Ja? Maar ik zeg maar met een deurtje, dan moet je erin laten vallen. En dan gewoon alle 3 deuren...
gewoon, zeg maar, dan moet je in een gat en dan loop je door een tunnel heen. En dan doe je echt daar precies het laatste blokje. En dan moet je op de knop, dus dan één blokje omlaag, en dan moet je op een knop drukken. En dan bij elke deur pleur je gewoon naar beneden. In dezelfde ruimte. Gewoon allemaal in dezelfde, maakt niet uit welke je kapakt en je valt in dezelfde ruimte. Ja. Dat je maar in één blokje kan staan. En dan allemaal, bij alle drie wordt hij gewoon geprankt en valt hij in hetzelfde gat. Ja, daar moet ze ook dicht bij elkaar staan. Kies een deur en sluit hem nadat je erin komt, weet je? Dat moet hij doen. Weet je wat we moeten doen? Nou? Van die ijzeren deuren met die pressure plates, die kan je niet terug open doen. Ja, kies een deur dat hij zeg maar er doorheen moet lopen, weet je? Ja. Ja, goeie. Ja. Goeie. Oké, dat is leuk. Dat is leuk. Dat hij maar vanaf één kant erin kan. Kijk, hè? Ja, deze... ja, die werken wel. Oké, deur 1, deur 2, deur 3. Kijk, dit is perfect. Deur 1, deur 2, deur 3. En dan moet hij kiezen. Ja. Deze gaat rechtdoor. Oh, kijk, ik heb een idee. Het komt allemaal op hetzelfde punt uit. Deze gaat iets verder omlaag. Hou dit gat maar in de muur hier. Dan kunnen we gewoon telkens naar buiten lopen. Kijk. Het leuke is, ja, hier moet ook water. Overal waar cobblestone staat, moet water. Oké, hier komt de ruimte dus. En hier komt de knop, zou ik zeggen. Dat hij... nou, hij moet iets naar beneden vallen dat hij puur in die ruimte los staat. Waar hij geen kant meer verderop kan. Dus dat hij... hier zo springt. Oké, maar hij moet wel eigenlijk... dat hij gaat vallen, dat gaat hij sowieso weten. Dus we kunnen net zo goed gewoon hier een knop maken. Staat, ga op die blok staan en klik op de knop, weet je. Oké, we hebben hem. Dus we hoeven alleen nu dit even te linken eraan. En als jij er dan op zou staan, is het gewoon vloep. En hij klikt op de knop, weet je, dan valt hij er doorheen. Dus wat we dan doen is de redstone even goed linken. Ja, het werkt al gewoon. Zie je? Ja, hij werkt al. Heel simpel. Oké, dus dan kan je het zo doen. En dan zou je nu dus hebben van... bloep, weet je, en dan valt hij ertussen. Ja. En dan valt hij eruit. Dat moeten we even bij elke doen. Doem. Ja! Hoppatee, jongens. Oké, dan kunnen we dit ook dichtbouwen. Dan kunnen we het nu een beetje mooi maken nog. We moeten gewoon wel een beetje mooi moeten het worden. Kijk, dit is leuk. Dat hij hier zo meteen weer komt, dan beneden. En dus echt van... oh, dan kan hij er wel op klikken al. Hij kan al zo doen en dan klikken. Dan kan hij, weet hij al van ja, dan gaat hem iets naar beneden vallen, weet je. Sta op de... druk op de knop. Goed, het zat. Ik gok. Ah, nee, je hebt de deur dicht gedaan. Nee! Ik hoorde het ook gewoon. Nee, ik heb weer open gedaan. Oh, hou maar open hier. Plaats hem. Ik hoorde het ook gewoon. Er zit allemaal dirt in. Oh, ik hoorde hem ook gewoon. Ik hoorde een klink. Ik denk, nee. Okay, volgens mij was dit hem. Nee. Ik had ook echt die besef. Dit? Nee, eentje naar rechts. Ja. Oh, ik had echt dat besef van. Nee. Oké, deur 1. Die was al klaar. Oh, het is donker hier. Ik heb hier twee blokjes. Ik zal het even eentje naar beneden gooien. Ja, dan doe ik die wel als blokje waar die op moet staan, weet je? Dan doe ik dat wel, dat is het blokje waar die ook op moet staan. Moet ik dat niet hier doen? Jawel, doe maar op meerdere plekken. Sta op de blok, niet het blok, sta op de blok. Sta op de blok en druk op de knop. En dan... jeet. Dan weet hij dat hij gaat vallen. Hij weet het, maar dat is dan niet meer erg, weet je, dat hij het weet. So be it, dat hij weet dat hij gaat vallen. Maar we moeten niet meelopen, weet je. Hij moet niet dat we er achter hem aanlopen. Kijk, we gaan kijken wat je doet, weet je. We moeten gewoon eigenlijk in die ruimte al beneden staan, weet je, op het moment dat hij er is. We moeten even een andere geheime ingang en uitgang maken naar die ruimte. Hé, hey, Max, ik heb een vraagje. Nou? Hoe kom je aan zo'n mooie server? Kaas hosting. Kijk, een linkje in de beschrijving. Linkje in de beschrijving. Shoutout naar Kaas hosting voor de servers. Ja, dankjewel. Dankjewel. Huh? Hey, help! Wat doe jij hier? Hoe kan dat? Er was echt zo'n villager, zo'n raiding villager was hier ineens. Zo'n pillager heet hij. Jezus, ik werd ineens aangevallen. De kamer is gemaakt, het is nu tijd voor de science. Kom op, Jordi. Het is tijd voor de science. Heb je bordjes? Oh. Oké, plaats jij overal abonneren op Jerry. Op deze manier als dat ik het doe. Dan kan je de bovenste lijn kan je kopiëren. Dan kan je die plakken. Dan hoef je alleen enter te doen en jouw naam toe te voegen. We doen ze ook gewoon door elkaar. Dat is het leuke. Abonneer op en dan enter en dan je naam. Imagine dat hij hier komt en al die dingen ziet. Hé, hey, laten we het volgende keer bij een beter grotere YouTuber doen. Pak het tenminste wel abonneren. Bij Edo, als ze daar die een base heeft. Mag ik dat hout voor jou? Oh nee, ik heb 8 signs trouwens. Laat maar. Ja, kunnen we beter wat just hout doen. Ja. Ja, ik heb eentje dat hier. Kijk. Abonneer op Edo, nice. Er staat bij de muur. Oh, hier. Oké, dus als we het nu testen, dan kunnen we dit dichtgooien hier. Als we het zouden testen, zou het zeg maar zijn. Oké, let's go. Oké, jij bent Rick. Kom, welkom Rick. Hoi. Dit is... we laten die deur maar even openstaan. Welkom. Oh, wat is dit, Rick? Ik heb nog ijzeren deur, hè, wanneer nodig. Kijk, hè. Volg dit bordje. En als hij hier ook eenmaal in is, kan hij er niet meer uit, weet je. Je hebt nu dus, je komt binnen hier. Er staat, volg dit bordje. Oké, het klopt iets niet aan deze zin. Volgens mij een bordje, maar nee, niet. Het klopt helemaal niet. Oké, waarom? Deze ook volgen. Ga naar binnen. Hey. Gaat hij naar binnen? Is hier. Wat is dit? Deur 1, deur 2, deur 3. Welke wil je kiezen, Rick? Deur 1 graag. Deur 1, nou dan gaan we door deur 1. Waar leidt deur 1 heen? Auw. Wat is dit? Wat is dit nou? Waar zijn we nou weer, Rick? Zo, wat gek. Wat is dit? Even kijken, wat staat erop?
Waar ga je heen, Rick? Hey. Abonneer. Abonneer de bandits, abonneer op Jerry. Oké, okay, dit is oprecht wel leuk. Ik vind het oprecht veel te leuk. En dan staat hij hier en dan... Weet je hoe kut je je dan voelt? Hij denkt ook echt dat hij nog keuzes had, maar uiteindelijk leidt het allebei gewoon naar dit toe. Alles leidt hier naartoe. Dit is gewoon echt karma voor al zijn abonneren. Ja, dit is gewoon echt terug in zijn face geduwd. Ben jij nou benieuwd naar hoe Rick reageert op onze prank? Like dan zeker eventjes de video. In de volgende video zie je namelijk gewoon zijn reactie. Gaan we het leuk testen en komen er nog veel meer avonturen aan. Abonneer zeker eventjes. En dan zie ik jullie bij de volgende Minecraft of andere video. Doei!